ben docent in accountancy en accountancy wat in bedrijfseconomie, en als we dat wat breder trekken, valt dat eigenlijk in de economische wetenschappen. Dus je bent een econoom? Ja, ik ben een econoom of bedrijfseconoom, zoals ze dat dan noemen. En je dacht, dat vakgebied, dat grijpt me zo, daar wil ik me helemaal op toeleggen. Ja, kijk, economie gaat natuurlijk over cijfertjes, maar vooral het verhaal achter de cijfers, zeg maar. Als je kijkt, je pakt bijvoorbeeld de jaarrekening van Louis Vuitton en je gaat dan eens kijken van wat kost dat tasje nou precies. Dus niet zo algemeen zo van, nou ja, ze hebben zoveel winst gemaakt. Nee, wat wil dat nou zeggen als deze tas van Louis Vuitton, wat is daar nou precies de kostprijs van? En stel nou dat het een gemiddeld product was, ik neem hier een aanname van wat is dan het gemiddelde bedrag aan winst wat ze overhouden aan dat tasje. Ja, dus als het gaat leven voor een student, dan word je er ook beter in, bedoel je? Ja, op het moment dat je er iets bij kunt voorstellen. Daarom hebben we ook voorbeelden als Ajax, PSV, Feyenoord. We hebben het over Louis Vuitton, we hebben het over Gucci. We hebben het over Unilever. We hebben het over zaken die ze echt interesseren. Albert Heijn, we hebben het over een stukje horeca. Dan kun je er iets bij voorstellen. En wat vind jij nou het mooiste dan? De wetenschap of de maatschappelijke praktijk van de economie? Nou, die maatschappelijke praktijk van de economie. En dan vooral de maatschappelijke praktijk eigenlijk gerelateerd aan het onderwijs, daar haal ik wel heel veel voldoening uit en daar geeft het onderwijs me ook veel. Ik moet ook veel geven om een mooi college te maken, maar ik krijg er ook heel veel voor terug. Studenten die eerst denken van nou, dit is een saai onderwerp en dan eigenlijk de collegezaal uitgaan en het er nog over hebben, zeg maar. En hoe hoop je nou dat je studenten straks de universiteit verlaten? Een van de punten die ik belangrijk vind is dat ze eigenlijk als mensen die de maatschappij kennen de universiteit verlaten. Dus naast dat we ze een stuk wetenschap meegeven, een stuk verdieping, wil ik ook zeg maar dat ze ook echt de maatschappij begrijpen. En daartoe proberen we in ieder geval bij te dragen. Dat het niet alleen maar gaat over winst en dat het niet alleen maar gaat over cijfers, maar over de mensen, de producten, alles wat bijvoorbeeld achter die cijfertjes zit. Het is wel bijzonder dat een econoom dat zegt. Ja, maar het niet financieel heeft altijd al in de boekjes gestaan, alleen het is vaak wat onderbelicht geweest. Het sustainable, het er zijn, het understanding society. Weten waar dat het over gaat, dat het niet alleen maar gaat over snel rijk worden en snel eruit stappen. Uiteraard zullen er ook altijd gelukkig nog een aantal blijven doen, maar ook mensen die een wat breder beeld hebben. Ja. En er is ook ruimte voor af en toe eventjes stilstaan bij wat je allemaal leert? Of... Ja, ik denk als ik hier de omgeving zie, zeg maar, is het gewoon, we zitten natuurlijk in een hele landelijke, prachtig door bossen en vijvers omzoomde omgeving. Dus op het moment dat je buiten loopt, heb je de rust eigenlijk al min of meer te pakken. En voor mijzelf is dat ook van belang. Ik geef een vak. Ik heb daarnaast de website Economie voor Jou run ik. Ja, dat is dag en nacht. Vooral rond examenperiodes zijn we heel erg bezig met leerlingen in het middelbaar onderwijs. Met onze eigen leerlingen. Soms zit je 's nachts om 4 uur nog vragen te beantwoorden. Want iemand heeft toch een probleem en heeft morgen of examen of tentamen bij jou. En dan is het wel eens even fijn dat je zo tussen de middag eventjes heerlijk hier in de bossen of even langs de vijvers kunt wandelen. In het gras, in het niets, in de leegte. Die rust en ruimte, we onderschatten dat.